Het bericht van 20 mei sloeg bij de nachtgemeenschap in als een bom. Hans van der Deur is in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 mei in zijn slaap overleden. Hans speelde 358 wedstrijden in het eerste van onze mooie club en vervulde na zijn actieve loopbaan vele commerciële functies binnen NAC. Met het overlijden van Hans verliest NAC een zeer gewaardeerd persoon en het commercieel gezicht van de club. Aldus het bericht op de NAC Museum website. Hans kwam bij NAC tot 361 wedstrijden waar hij 3 keer het net vond. Aldus Omroep Brabant. Laten we nu even terugkijken hoe de fans reageerden na zijn overlijden. Hans van der Deur zou vandaag 62 jaar geworden zijn.